Wat? Ik zit hier opgesloten in de groene gevangenis. Dit kan maar één iemand gedaan hebben. Santino! Het is in principe wel een grote cel, maar daar staat alleen maar een tweepersoonsbed in en een wc. Ja. Ik hoop dat ik in deze gevangenis eten en drinken krijg, anders dan ga ik deze wc namelijk helemaal nooit gebruiken. Maar al met al is het in principe wel gewoon een mooie cel. Hallo Santino. Waarom heb je me hier opgesloten? Wat heeft dit te betekenen? Ja, mooi hè, is dit. Het is mooi. Een nieuwe cel. Vind je dit? Ik vind het niet mooi. Dit is lelijk, oké? Okay? Dit is een lelijke gevangenis. Dit is dus precies één van de redenen waarom jij dus hier in deze gevangenis zit. Je bent zo lullig. Hoezo dat? Kijk dan, ik heb een groen pakje aan. Ik vind groen niet eens mooi. Omdat je een gevangene bent. Duh. Oké, okay, nou, Santino, mag ik er ook nog uit vandaag? Of moet ik de hele dag hier weg blijven rotten? Wacht, ik wil eerst horen van Santi. Oh, je gevangenis is zo mooi. Oh, Santino, je gevangenis is zo mooi. Het is echt prachtig. Ik had kruisje. Oh, wacht, ik moet snel. Oh, kun je nog één keer open doen? Ik bedoel, je gevangenis is zo mooi. Hij is prachtig. Oké, kom er maar uit. Let's go. Blijf staan. Ja, rustig. Voordat jij te eten krijgt, moet jij eerst voor je eten gaan werken. Oh jee. Dus hoe bedoel je voor mijn eten gaan werken? Wat bedoel je? Waar moet ik heen? Zeg gewoon waar ik kan zo. Naar het kraampje. Oké. Ik sta er. Jij gaat vandaag het eten verzorgen voor onder andere mij, maar ook voor de andere gevangenen. Oké. Maar hoe moet ik dat doen? Ik heb helemaal geen eten. Ik heb hier alleen een oven waar kool in zit. Oh jeetje, hier ligt allemaal eten. Dus ik moet dit gewoon gaan bakken of zo. Ja, maar ik wil dat je het wel echt heel erg lekker bakt. Want anders wordt het een tijdje in een andere cel, vriend. Ja. Nee, dat komt goed. Ik ga het even regelen. Laat me maar met rust. Ik weet hoe dat het werkt. Komt goed. Oké, is goed. Ik hou je in de gaten trouwens met die camera's. Hè, dus probeer echt helemaal niks te doen. Want ik zweer, ik pak je, Giel. Oké. Rustig. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Ja, rustig. Oké. Even kijken. Ik heb hier een hele hoop vlees. Nou, laat ik maar gewoon gaan doen wat er van me gevraagd wordt. Ik heb hier één oven. Nou, dan stop ik dit vlees lekker in. En hier een andere oven, dan stop ik dit vlees lekker in. Dan heb ik dadelijk ook nog wat lekker. Oh, wacht. Ik ga deze broodjes gewoon stelen, denk ik. Oh ja. Die kan ik natuurlijk meteen al eten. En dit is super chill. Want als Santino niet doorheeft dat ik dit gestolen heb, dan kan ik gewoon altijd eten in mijn cel. Wat zijn dit trouwens voor rare signs? Er staan allemaal random letters op en zo. Hè? Wacht even. Betekent dit iets? Ik zie een Z en dan een O en dan een E. En een K. Wacht. Dit is als je van boven naar beneden leest, staat hier zoek. Oké. En hier N-A-A-R. Met een hoofdletter begint de N. Dus ik denk dat dit een nieuw woord is. Zoek naar C-H. Oké. En dan E-S-T-S. Oké. Zoek naar chests. Oké. Ik moet zoeken naar chests. Nou, ik heb er hier al eentje gevonden. Maar misschien is dit een hint van een vorige gevangene of zo. Oké. Dit ga ik wel onthouden. Dan ga ik dus heel erg goed mijn ogen open houden. Of dat ik ergens wat chests kan vinden. Want misschien... Oh, ja. Hallo, Santino. Is mijn eten al klaar? Jouw eten is helemaal klaar, Santino. Hoezo jouw eten? Mag ik het eten niet hebben? Nee, vriend, waarom stond je trouwens hierop? Dat mag helemaal niet. Oké. Ik blijf wel rustig hier staan, Santino. Dit is gewoon mijn manier van werken. Zo vind ik het chill. Geef me mijn eten. Ik heb honger. Oké, alsjeblieft. Ja, neem ook wat voor jezelf natuurlijk. Je hebt uitstekend hard gewerkt. Hier, krijg je er maar eentje, alsjeblieft. Oké, nou, dankjewel. Die eet ik lekker op, hoor. Even kijken. Ja, ik doe het trouwens voor deze even. Want, ik heb niet de hele dag de tijd. En je moet terug die cel in, namelijk. Want ja. Oké, Santino, ik ben al bezig, oké? Maak hem maar open. Ja, ik ga aan de kant. En erin. Ja, ik zit er al in. Rustig, man. Rustig. Ga maar lekker rusten, vriend. Want je moet morgen heel veel dingen doen. Wat moet ik morgen doen dan? Oh nee, dit betekent niet veel goed, mensen. Ik ga maar lekker mijn rust pakken, denk ik. En hopelijk is het niet heel erg wat ik morgen allemaal moet gaan doen. Heel wakker worden. Oh, je bent wakker, joh. Ja, ik ben net wakker. Wat is er, Santino? Wat moet je nu weer? Nou, wij gaan vandaag... Jij gaat vandaag eventjes wat voor me doen wat ik eigenlijk niet een soort van durf, maar ook echt hoog nodig is. Oké, waar heb je het over, Santino? Kom maar. Ik ben al buiten. Heb je honger, jongen? Heb je honger? Ja, nou, ik zou wel een paar lekkere stukjes vlees willen in principe, hoor. Je gaat er eerst voor werken weer, vriend. Kom maar mee. Oké. Wat heeft dit te betekenen, Santino? Wat is dit voor ruimte? Dit ziet er niet bepaald heel prettig uit. Nee, weet ik. Dit moet even open. Oké, loop maar naar voren. Oké, en nu? Kom maar, wat heb je gedaan? Goed zo. Mooi. Hier, Giel, alsjeblieft. Wat heeft dit te betekenen, Santino? Ja, je moet even wat voor mij doen. Wacht. Hoezo moet ik wat voor je doen? Ja, je moet eventjes wat voor me doen. Heb even één moment geduld, alsjeblieft. Oké. Ja? Trouwens, weet je wat? Je hebt waarschijnlijk wel wat kracht nodig. Zo, hoppa. Hoezo heb ik wat kracht nodig? Wat heeft dit te betekenen? Ja, eet dan maar gewoon. Je hebt het nodig. Dit moet je even voor me fixen, ja? Oké. Oh, wat? Hier zit een of ander gek gat. Wat is dit? Is het een chest? Wacht eens even. Hoe kan ik die openen? Hallo? Wacht even hoor. Ik moet hem even openen, deze chest. Ja, oh,
wat? Er zit een boek in. Oké, ik ga hem even lezen. Controlekamer 1111. Oh, dat is natuurlijk de code van de deur. Oké, dit is echt top. Nu ben je er klaar voor? Waar klaar voor? Ik weet niet wat ik er doe, Santino. Wat gebeurt er? Er zijn hier superveel zombies. Oh nee. Waarom doe je dit, Santino? Dit is toch helemaal niet leuk voor mij? Jawel, dit is een plaag voor mij. Je moet me even helpen. Goed zo. Nee. Waarom moet ik dit doen? Waar is het goed voor? Je gaat toch geen rotte flesje eten? Kom op. Oh jeetje. Als ik dit maar overleef. Oh jee. Oh ja, oké. Ik denk dat ik dit ga overleven. Kom op. Nog één. Ja. Oh, ik was bijna dood, Santino. Hoe durf je dit te doen? Pips. Shit. Nee. Ik had het even nodig. Ik had een plaag namelijk. Die heb jij helaas verholpen. Je hebt de zombieplaag zelf geplaatst, Santino. Dat is toch geen plaag? Dat is gewoon mijn klooien. Sorry. Maar wacht, oké. We moeten nu eventjes zoeken hoe we eruit komen. Zo, hoppa, kom maar mee. Ik haat jou, man. Ik haat jou. Hoezo? Je hebt me geholpen. En daarvoor krijg jij een stuk vlees. Alsjeblieft. Oh, joepie. Joepie. Oké. Ik loop wel met je mee. Oh, ik had het nog net op tijd. Oh, trouwens. Wacht. Blijf hier. Ja. Ik doe mijn zwaard terug. Echt? Ik wil mijn zwaard terug. Ik kan... Oké. Is goed. Dat was ik bijna vergeten, want je had me bijna kunnen vermoorden. Oké, kom maar mee. Waar gaan we heen dan? Ja, waar denk je zelf, vriend? Het is gewoon weer klaar. Het is gewoon basta. Je hebt werk weer gedaan. Wat denk je? Oh jee. Santino, waarom ben je zo gemeen tegen mij? Hup, naar binnen! Oké, ik ben er al. Rustig. Waarom ik zo gemeen tegen jou ben? Ja. Giel, ik ben er twee keer achter gekomen dat je tegen mij hebt vals gespeeld met bepaalde dingen. En daar ben ik niet heel blij mee. Dus weet je wat? Geniet gewoon lekker in die cel. Ja, sorry, Santino. Dat was ook niet mijn bedoeling, oké? Kun je me dan niet gewoon uitlaten, zand erover? Wat denk je zelf? Oké, nou ja. Dankjewel, Santino. Ik zit hier echt super prettig. Giel! Goedemorgen, Giel. Santino. Mag ik alsjeblieft uit? Ik ben al de hele ochtend wakker hier weer. Ja, wat denk je dat het mij uitmaakt? Voor mijn part laat ik je gewoon de hele dag erin, hoor. Ja, dat weet ik wel inmiddels. Maar kom op, laat me er alsjeblieft gewoon even uit. Oké. Ik laat je er weer uit. Vandaag zit ik in een goede bui. Eindelijk. Prima. Precies, inderdaad, ja. Hé, vriend, heb je een beetje honger? Ja, ik heb heel erg veel honger zelfs. Mag ik alsjeblieft wat eten? Kijk eens, alsjeblieft. Oh ja, nice. Waarom heb je het zelf opgepakt? Tuurlijk niet. Je gaat het weer moeten verdienen, vriend. Oh nee. Wat moet ik nou weer doen? Ik moet toch niet weer in deze ruimte, hè? Nee. Dat is nu wel klaar. Dat is allemaal prima. Maar we hebben hier nog een ruimte. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zitten allemaal spullen daar. Oh, en die moet ik natuurlijk gaan hakken. Oh, dat hek doet pijn. Staat er stroom op dat hek of zo? Ja, vind je het heel gek? Het is een stroomhek. Wat denk je zelf, gek? Oké. Nou ja, laat me er maar doorheen. Ik ga naar binnen. Ja. Zo, hoppa. Ja, nou denk je natuurlijk, hoe moet ik dat natuurlijk hakken? Ja. Ja, met je vuisten. Met mijn vuisten? Dat gaat super lang duren. Nee, ik ben in een goede bui. Hier, alsjeblieft, krijg je allemaal van een houten pickaxe. Oh, Santino, dit is toch helemaal niet handig voor mij? Hey, zie je mij boeien? Maakt niet uit. Ik wil dit allemaal weg hebben. Ja. Precies 5 minuten. Probeer het maar. Oké. Nee, ik ga meteen aan de gang. Santino, ik ben bijna dood, oké? Laat me even. Oké, mensen, ik ga snel even stiekem wat eten. En ik heb hier dus toen net per ongeluk dit boek in mijn hand laten zien. Maar dat heeft Santino volgens mij niet doorgehad. Dus dat is top. Maar ik stresste hem wel een beetje, moet ik zeggen. Oké. Oh, dit gaat zo lang duren. Vooral dat iron hakken. Ik kan het niet eens oppakken met een houten pickaxe. Maar goed, Santino wilde dat ik dit op deze manier weg ging hakken. Dus laten we het maar gewoon doen dan. Ik ga hier trouwens ook weer eventjes goed opletten of dat ik nog wat kisten tegenkom of wat dan ook. Maar eerst ga ik even al dit dirt weghakken. Want dat gaat toch wel makkelijk weg van allemaal. Oké. Kijk dit dan. Wat is dit voor een gek ding? Een camera monitor? Wacht even hoor. Eens even kijken. Oké, als ik op 1 klik, wat gebeurt er dan? Wow, wat? Ik kan gewoon alle camera... Oh, Santino is echt heel erg in de buurt. Wat? Dit is echt enorm ziek. Oké, ik hak gelijk nog even een aantal van deze blokjes weg. Want ik wil echt binnen die 5 minuten klaar zijn. En trouwens, ik moet dit even snel opbergen. Zo, die chest mag je niet zien. Oké, laat ik dit nog maar eventjes pakken. En ik ga nu eventjes wat steen hakken. Want ja, dat gaat in principe ook wel snel. Maar die iron duurt gewoon super lang om weg te hakken. Hallo, Santino? Ben je al klaar? Dit is nog niet helemaal klaar, vriend. Je ziet toch dat het nog niet klaar is? Dit gaat super lang duren, man. Ja, maar waarom doe je hier zo lang over? Nou, gewoon omdat je mij een houten tools hebt gegeven, oké? Ja, maar waarom doe je niet gewoon dit zo? Hop, kijk, hop. Dat helemaal zo weg. Hup. Kijk, waarom doe je het niet zo? Ja, omdat er geen creative hebt, Santino. Dat snap je toch zelf ook wel? Ja, dan moet je dat gewoon doen, Giel. Oh, wacht. Dat kan natuurlijk niet. Oh, je bent zo vervelend. Ik kan je niet eens slaan. Nee, gelukkig maar. Oké, kom eens even hier.
hier, vriend. Je bent een vrouw. Ik vind het allemaal prima. Oké. Jij hebt alweer wat verdiend. Jij hebt weer een lekker vleesje verdiend, hoor. Dat niet één. Nee. Weet je wat? Goeie bui? Twee. Alsjeblieft, jongen. Oh, dankjewel. Oké, dit vind ik wel fijn op zich. Hoe kom je aan dat brood? Dat had ik nog voordat ik voor de gevangenis naar binnen kwam. Dat kan niet. Ik heb jou helemaal gefouilleerd. Hoe kom je aan het brood? Dat zat in de keuken, in dat kastje. En ik dacht hier. Oké, hier. Alsjeblieft. Even. Dat is alle brood dat ik heb. Allemaal. Weet je het zeker? Want ik zweer het, als ik het nog een keer zie, dan zijn echt de rapen gaar, hè, vriend? Ja, dat was echt alle brood. Dat was alle brood. Ik weet het zeker. Kom maar eruit. Kom maar eruit. Okay. Ja, rustig. Hup, lopen! Hup, kom. Ja. Ik heb namelijk straks een date, dus ik moet mezelf klaarmaken. Hup, wegwezen. Oké, een beetje apart, Santino. Maar goed, ik ga hier even lekker slapen dan. Ja, wel trusten, jongen. Trusten. Oké, ik ga heel even kijken wat ik hier nog meer voor camera's heb. Oké, wat? We hebben hier nog een camera en Santino is gewoon aan het rondvliegen hier. Dit is zo apart. Oh, het begint ook te regenen en ik heb helemaal geen dak boven mijn hoofd. Oké, maar we kunnen ook naar deze camera. En die staat een beetje op dezelfde plek. En we hebben deze camera. Oh, hier kunnen we Santino echt super goed in de gaten houden. En hier hebben we er nog één. En ik kan hier mezelf zien. Oh, dit Santino kan mij in mijn cel ook de hele tijd zien als hij zo'n monitor heeft. Oh, en hier hebben we nog een camera van die zombie pit waar ik toen net was. Oh, dit was echt geen fijne plek. En hier heb ik nog een camera van die zombie pit. Oké, ik ga hier eventjes wachten totdat Santino naar zijn date gaat. En dan ga ik eens eventjes naar die controlekamer. Alleen moet ik wel eerst proberen om mijn eigen deur te kraken. En dat gaat echt heel erg lastig worden. Nou, Giel, ik hoop dat je zelf een beetje gaat gedragen. Ik ben vanavond weg, zoals je weet. Ja, dat weet ik, Santino. Veel plezier op je date, hè. Doei, Giel. Maak het alsjeblieft niet te laat. Ik wil je niet de hele ochtend en middag nog inzitten morgen. Oh, dat gaat zeker niet gebeuren. Want morgen heb jij het nog zwaarder. Oh, nee. Dit is geen goed teken, mensen. Weet je wat? Ik ga even proberen... Wacht, ik ga eerst kijken of dat de kus veilig is. Oh, dit is de verkeerde camera. Misschien deze. Nee, was het deze? Ja, oké. Hij is niet in zijn controlekamer. En ik zie hem hier helemaal nergens in de buurt. Oké, dit is echt een goed teken. Wat ik ga doen? Ik ga eens eventjes proberen om deze deur te kraken. Is de code misschien 1234? Nee. 1235. Nee, oké. 0000. Ja, wat? Dit was al die tijd zo'n makkelijke code? Dat meen je toch niet? En de code van de controlekamer is 1111. Kon Santino niks beters verzinnen of zo? 1111. Let's go. Ja, oké. Ik ben binnen. Ik zie hier een of andere supercomputer staan of zo. Of nou ja, daar lijkt het op. En hier is een chest. En oh, let's go. Ik heb een netherite pickaxe gevonden. En ik heb hier een boek. En wat staat er allemaal in het boek? Oh, de code van mijn cel is 0000. Ja, dat wist ik natuurlijk nog niet, Santino. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon hier weer zo uit. Hoppakee. Oh, de verkeerde code. Zo, hoppakee. En dan ga ik weer mijn cel in. En dan ga ik wachten totdat Santino terug is. En dan ga ik gewoon uitbreken. Want ja, ik kan hier echt makkelijk doorheen hakken nu. Maar ik wil gewoon even zijn reactie zien. Oh, hele goede morgen, Giel. Hallo. Ja, fantastisch, Santino. Ik voel me zo goed vandaag. Ik weet ook niet waar het aan ligt. Giel, je gaat het heel zwaar krijgen vandaag, mijn vriend. Oh, nou, ik dacht het niet. Weet je wat? Ik heb een mooie pickaxe gevonden. Jouw controlekamer en nu ben ik vrij. Kom hier, vriend. Kom terug. Nee, ik ga nooit terugkomen. Jawel, kom hier. Nee, ik ben ontsnapt. Laat me met rust. Klik hier als je wilt zien hoe ik een keer Santino heb opgesloten in de gevangenis. Vergeet zeker niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken. Doei.